Hoeveel jaar ben je ouder geworden vanavond? Nou, ik heb er meer jaren bij geplakt 2 weken terug, hoor, bij Sparta uit. Dus nee, ik vond juist dat ik er energie van kreeg. Want ja, ik vind dat er zoveel positieve dingen uit deze wedstrijd te halen valt voor ons. Dus ja, nee. Heb je hem dan niet zitten knijpen in de tweede helft? Van, gaat hij nog vallen? Nou, in die zin wel. Maar ja, goed, dat is weer anders als dat je een 2-1 voorsprong in de laatste fase moet verdedigen, zoals uit bij Sparta. Toen werd het behoorlijk heet onder onze voeten. Dat kunnen we nu niet zeggen. Maar ik was wel heel erg blij dat we uiteindelijk ook loon naar werken kregen. Met name in de tweede helft. Want de eerste helft was nou, wat meer gelijk opgaand. Waarvan ik vind dat we wel iets meer initiatief hadden. Redelijk veldspel voor ons. Daar kunnen we ook mee voort. Wel wat fouten? Wel wat fouten. Wel wat veel fouten? Jawel, nou ja, maar die moeten steeds minder worden. Maar het spelpeil ten opzichte van eerdere wedstrijden is absoluut aan het vooruit aan het gaan. En daar zoeken we naar. We zoeken naar progressie. Ja, en dat belonen we ons met een 1-0 winst. Dus ja, kan eigenlijk niet beter. Er is ongetwijfeld in de kleedkamer een afloop gediscussieerd op wiens naam de doelpunt nou komt. Ja, volgens mij, ik zit nou even mee te kijken. Ja, raakt Gustafsson hem of niet? Nou, dan met haar op zijn benen. Maar volgens mij is het er eentje voor Adil. Oeh, ja. Inzoomen, zeg ik. Komt ie? Ja, dat kan je niet zien. Maar de bijdrage van Simon is dusdanig dat Je had hem bijna zelf gemaakt. Ja, dat ziet er niet uit. Maar goed. Nee, vind je het er niet uitzien? Nou ja, ja, goed. Het is wel oprechte emotie, dus dat is goed om te zien. Maar de bijdrage van Simon was dusdanig dat dat was wel even nodig om die keeper van zijn apropos te brengen. Dus ja, misschien dat de assist dan naar Simon kan. Ja, dan gaan we zo weer vergaderen inderdaad. Je hebt positieve dingen gezien, zeg je, met name in de tweede helft natuurlijk. Maar je moet er inderdaad wel 2-3 maken eigenlijk. Ja, nou, het had mooi geweest als Simon dat stiftje gemaakt had. Hè. Dat was wel een aardige actie. Ja, we hebben behoorlijk wat kansen gecreëerd die tweede helft, waarvan NAC geen één. Eerste helft was dat ongeveer even. Een bal van de lijn af gehaald van ons. Maar hun kunnen in de eerste fase en 38 minuten hebben ze een goede kans. Van hun linkerkant, waarvan we gezegd hadden, nou, als we die lam weten te leggen, dan hebben we een groot deel van NAC lam gelegd. En ja, dat lukte eigenlijk de hele wedstrijd, behalve op dat moment. Ja, dat kan je dan ook wel weer een doelpunt kosten. Maar goed, dat is niet gebeurd. En ja, over het algemeen zijn wij wel de dominante partij geweest. En dat doet ons zo erg veel goed. Want 3 weken geleden zit je in de koud, een beetje voor je uit te turen. En denk je misschien wel, nou, hoe lang zit ik hier eigenlijk nog? En nu loop je voorop in de Polonaise. Ja, zie je dat al voor je, dat ik voorop in de Polonaise ga? Gezien de manier van juichen wel. Ja, goed. Polonaise, dat zal nog wel even duren. Nee, maar zo snel gaat het dus inderdaad. Ja, maar goed, dit is natuurlijk wel, of je hem nou in de laatste minuut eventjes tegenkrijgt, of je krijgt hem voor, waarvan wij vinden dat het natuurlijk terecht is. Ja, dat is natuurlijk een heel andere, een heel ander gevoel. Dus ja, dus ziet de trainer er ook heel anders uit. Ja, klopt. Dankjewel. Alsjeblieft.